Ook Vlaams minister van Welzijn, Jo van Deursen, is in onze studio te gast in de aanloop naar de verkiezingen. In een nieuwe aflevering van Actua Minister onderwerpt Rick van Kouwelaar de Limburger aan een reeks kritische vragen over zijn beleid. Hij polst daarbij onder meer naar de band tussen CD&V en het ACW. Minister van Deursen, welkom bij Actua TV. U draait al ruim een kwart eeuw mee in het politieke bedrijf. Ik heb de indruk dat we inderdaad, zoals Di Rupo zegt, we voor een grote keuze staan, de keuze van het sociaal model voor de toekomst. Heeft u ook die indruk? Wel, ik heb in ieder geval de indruk dat inderdaad in deze campagne het daar wel over gegaan is. Hè. Vooral op sociaal-economisch vlak denk ik dat het echt over dat soort vragen gegaan is. En eigenlijk, een beetje merkwaardig misschien, dat voor partijen die dan het communautaire belangrijk vinden en vonden, men heeft het toch een beetje proberen onder de mat te houden, hè, omdat men eigenlijk denkt dat dat ook niet het meest interessante is misschien om naar de kiezer te gaan op dit ogenblik, maar het sociaal-economische domineert uiteraard de campagne. Maar eigenlijk was het ook, het communautaire gras was een beetje voor de voeten weggemaaid doordat er niets voor herziening vatbaar is verklaard. Wel, je kan natuurlijk met bijzondere wetten veel doen, daar heb je geen grondwetsherziening voor nodig. Dus, maar ja, mijn vaststelling is dat uiteraard het sociaal-economische echt wel prominent aanwezig is. En dat is natuurlijk ook in zekere zin logisch. De competitiviteit van onze bedrijven en de vraag, gaan wij onze zorg- en welzijnsvoorziening, ons aanbod echt wel kunnen uitbouwen gezien de nieuwe noden die er zijn? Dat zijn de vragen die moeten gesteld worden en de CD&V. Denk ik, heeft daarin ook de toon gezet, hè, met het sociaal-economisch plan dat we gepresenteerd hebben, het berekende plan dat we gepresenteerd hebben. Ik denk dat daarmee ook andere partijen een beetje zijn moeten volgen en inderdaad ook die methode, die aanpak hebben naar voren gebracht. Maar zou je zo ver gaan als ze zeggen, wij gaan hier nu wel de komende jaren cruciale keuzes moeten maken? Wij staan bent u meer een man voor de geleidelijkheid? Wel, ik ben per definitie een man voor de geleidelijkheid. Dat is misschien ook eigen aan christendemocraten. Je moet proberen evoluties te stimuleren. Echte revoluties en big bangs, dat denk ik is in ons land niet echt een realistisch scenario. Tenzij je echt uit bent op de confrontatie. Ik denk dat er partijen zijn die dat scenario voor ogen hebben, maar dat is niet het christendemocraten scenario. Wij geloven echt wel dat je een aantal transities moet maken in de welzijnssector, in de gezondheidszorg in het algemeen. En op sociaal-economisch vlak zijn er ongetwijfeld een aantal dingen die moeten gebeuren. En maak dan ook nog die staatshervorming, hè, die nieuwe bevoegdheden die naar Vlaanderen komen. Ook dat zal, denk ik, toch een hele klus worden. Daar gaan we straks op terugkomen. Maar u bent minister van Welzijn, Gezin, Volksgezondheid. Volksgezondheid is natuurlijk een belangrijkste stap in uw bevoegdheid geweest. Heeft deze regering eigenlijk goed gewerkt volgens u? Wel, als u over volksgezondheid spreekt, laat ons dan heel duidelijk zijn, ook voor de kijkers. Hè. De grote budgetten van de gezondheidszorg zijn natuurlijk risicobudgetten, zitten federaal. Hè. Dat is niet aan de Vlaamse minister. Maar er komt wel wat op ons af. Wel, er komt in ieder geval wat naar Vlaanderen wat dat betreft. Maar in de bevoegdheidsverdeling, hè, zit je vaak met een minister op Vlaams niveau die een aantal bevoegdheden heeft, die ook in de preventie bevoegdheden heeft in de gezondheidszorg en het gezondheidsbeleid. Maar natuurlijk het grote deel van de bevoegdheden bevindt zich op het federaal niveau. Maar ik sprak algemeen vooral, hè. Ik sprak algemeen die regering. Heeft u, want u weet het ook, de oppositie maakte er op duur een running gag van dat het de regering was van de wachtlijsten, hè, met wie we spreken. Maar minister van Welzijn, die moet zich neerleggen bij het feit dat er in ons land en in Vlaanderen een aantal dramatische situaties zijn, mensen in schrijnende situaties, en dat hij ondanks de groei van de middelen en ondanks alle inspanningen nooit een statement kan maken van alles is opgelost en er zijn geen mensen meer in nood die niet kunnen geholpen worden. Dat is de realiteit en daar moeten we elke dag ons voor inzetten. Hè. Ik denk persoonlijk dat op het vlak van welzijn en volksgezondheid, gezinsbeleid, Vlaams, dat de laatste jaren wel degelijk heel wat grote veranderingen zijn opgestart. Het budget is natuurlijk gegroeid met 30%. Dat is een enorme stijging van het budget. Dat is bij de start van die regering in een regeerakkoord vastgelegd. Maar natuurlijk, naarmate ook de economische crisis echt wel tot de financiën van de overheid doordrong, is dat ook een hele klus geweest om dat budget consequent te blijven laten groeien. Was dat een van uw grote problemen, namelijk dat u een beetje geklemd zat tussen de enerzijds de grote verwachtingen, anderzijds de toenemende beperkingen voor uw begroting? Nou, ik denk dat ik bij de start van de legislatuur zeker niet hoog van de toren geblazen heb en gezegd heb, we gaan die wachtlijsten in de gehandicapte sector, om nu maar eens iets te noemen,
oplossen. Helaas heb ik niet kunnen zeggen dat gaat met grote zekerheid het geval zijn. Omdat ik gewoon wist dat een hele moeilijke zaak zou worden, dat je daar heel veel geld voor nodig hebt en dat je bovendien ook het systeem waarmee we die handicapspecifieke ondersteuning organiseren zou moeten kunnen wijzigen. Dat hebben we dan ook gedaan in deze legislatuur. We hebben daar een heel traject rond opgezet. En dat hebben we ook gedaan in de kinderopvang, dat hebben we ook gedaan in de preventieve gezinsondersteuning, de consultatiebureaus van kinder en gezin die hervormd zijn. Dat hebben we gedaan in het algemeen welzijnswerk, dat hebben we gedaan in de interlandelijke adoptie, dat hebben we gedaan in de pleegzorg, dat hebben we gedaan in de integrale jeugdhulp. Heel wat sectoren uit het Vlaamse welzijnsbeleid zijn eigenlijk op dit moment in volle transitie. Waar bent u eigenlijk het meest trots op? Wel, ik ben vooral trots op het feit dat we erin geslaagd zijn om vooral die samenwerking en die intersectorale benadering. Je moet niet het standpunt nemen, wat is de logica van de organisatie die de dienst of de hulpverlening aanbiedt. Die moet primeren. Het is het standpunt van degene die kwetsbaar is, die de zorg vraagt. Mm-hmm. En dat vraagt vaak een geïntegreerde benadering. Dat is ouderenzorg, maar misschien ook geestelijke gezondheidszorg. Dat is jeugdhulp, bijzondere jeugdzorg, maar misschien ook psychiatrische hulp die moet geboden worden. En dit soort integratie rond die patiënt en dat kunnen combineren met een zorg die echt in een samenleving georganiseerd wordt en niet de mensen eigenlijk die zorg nodig hebben uit die samenleving weghaalt. Dat is voor mij de grote draad geweest doorheen al de hervormingen in al de sectoren zoals we die hebben kunnen realiseren. En ik heb daar altijd ook kunnen rekenen op een grote bereidheid, ook van al die sectoren, al die organisaties en spelers op het veld, om inderdaad in die hervormingen ook mee te gaan. Wat natuurlijk ook wel een heel belangrijke kritische succesfactor is als je dat wil realiseren. Maar we hebben het al gezegd, er zat een beetje geprangd tussen die verwachtingen enerzijds en de budgettaire middelen. Ik heb de indruk dat de volgende regering met datzelfde probleem liever gaat geconfronteerd worden, namelijk er moet nog verder bespaard worden en Vlaanderen moet daar, de Vlaamse regering zal daar een grote rol moeten spelen. Wel, er gaat moeten bespaard worden, maar dat zal toch niet kunnen beletten dat je ook een aantal uitgaven zal moeten consequent verder doen groeien. Je kan het gehandicaptenbeleid, de zorg voor mensen met een beperking, geen echte duw geven in de richting van het beter beantwoorden, meer zorggarantie bieden aan de mensen, als je daar niet bereid bent om de centen voor op tafel te leggen. Dat heeft de CD&V in dat sociaal-economisch plan van meet af aan ook gedaan. Ik heb ook gezien dat andere partijen gaandeweg ook cijfers zijn gaan noemen. Wel, je gaat die keuze hoe dan ook moeten maken. En dus het geloof, en dat is ons standpunt als CD&V, dat je die economische groei, namelijk die competitiviteit van die onderneming dynamiseren, dat je dat moet kunnen combineren met een stuk sociale vooruitgang, ja, dat zal toch op Vlaams niveau, maar ook op federaal niveau, de inzet zijn, denk ik, van de regeringsonderhandelingen. Ja. Maar laten we toch iets hebben over de gezondheidszorg, want u heeft daar ook in het verleden, u bent actief geweest in die sector. U heeft de kwaliteitsmeting van de ziekenhuizen tot stand weten te brengen. Dat was waarschijnlijk toch niet zo gemakkelijk als aanvankelijk gedacht. Wat heeft u dat geleerd eigenlijk over die sector? Wel, als we dat nu zeggen, ziekenhuizen zijn bezig nu met het meten van de kwaliteit en met het zichtbaar maken van wat is het resultaat van de inspanningen die in dat ziekenhuis gebeuren. Mm-hmm. Als ik u zeg dat we daar geen enkele Vlaamse regelgeving voor hebben gemaakt, dat we daar eigenlijk niks extra voor hebben georganiseerd. Integendeel, met die oefeningen en met de vrijwillige accreditatieoefening van ziekenhuizen, hebben we eigenlijk een stuk ons handhavingsbeleid wat kunnen terugschroeven en selectiever maken. Wel, dan is dat alleen maar kunnen gebeuren doordat we met heel veel actoren daar draagvlak voor gevonden hebben. De artsen, de hoofdgeneesheren, de beheerders van de ziekenhuizen, de mutualiteiten, de patiëntenvereniging. En als ik in alle bescheidenheid ergens fier mag over zijn, dan is het dat ik denk dat ik een context heb kunnen creëren, een overleg heb kunnen creëren, waardoor die actoren inderdaad gezegd hebben, in plaats van defensief te zijn en elke publiciteit over kwaliteit te schuwen, dat ze gezegd hebben, wij moeten een proactieve strategie opnemen en wij moeten radicaal samen die kwaliteitsindicatoren opstellen. En dat vind ik persoonlijk een beetje een illustratie van hoe dat ik het beleid ook zie de volgende jaren in de gezondheidszorg. Wat leert zo'n meting u voor de toekomst? Wel, die meting leert dat je absoluut kan spreken, denk ik, van een behoorlijke kwaliteit in ziekenhuizen, maar dat we dat echt wel moeten verder uitrollen. We gaan nog andere indicatoren moeten ontwikkelen. We gaan die ook op één website samen kunnen brengen. Dat hebben de stakeholders samen beslist, zodat het ook voor de patiënt op een gemakkelijke manier toegankelijk zal zijn. En ik ben ervan overtuigd dat dat soort oefeningen ook zal helpen draagvlak creëren voor bijvoorbeeld een moeilijkere oefening van hoe gaan we
zorgen dat bepaalde zeer specialistische behandelingen niet in alle ziekenhuizen nog kunnen, maar echt wel in ziekenhuizen die daarvoor uitgerust zijn. Als ik kijk naar mijn collega's uit Engeland en de mensen die hier zijn komen getuigen over de manier waarop daar met kwaliteitsmeting wordt omgegaan, dan hebben ze mij geleerd dat je hiermee ook eigenlijk een heel stuk bewustzijn creëert dat als je echt kwaliteit wil bieden, dat je ook moet zorgen dat daar de volume van activiteit, een concentratie van activiteit in sommige gevallen wel zich opdringt. Niet in alle gevallen, maar toch in een aantal gevallen consequent. Waar situeren wij ons eigenlijk als we dat afmeten langs de buurland? In alle eerlijkheid, dat kunnen we denk ik moeilijk zeggen. Ik denk dat als u het vraagt aan de Belgische patiënt, dat die eigenlijk zeer tevreden is over zijn gezondheidszorg. Maar hij meet dat vooral aan de toegankelijkheid, aan de vrije keuze die hij heeft. En dat vindt hij heel belangrijk. Echt meten, kwaliteit meten, daar hebben we nu in Vlaanderen de eerste stappen voor gezet. We hebben natuurlijk een aantal indicatoren die je zou kunnen gebruiken, maar eigenlijk moeten we eerlijk zijn, dat kwaliteitsmetend systeem, dat moeten we echt nog wel consequent verder ontwikkelen. En we hebben dat nu gedaan voor de ziekenhuizen, maar we gaan dat ook moeten doen voor de geestelijke gezondheidszorg. We gaan dat ook moeten doen voor de eerste lijn, wat er gebeurt in de eerste lijn. Dus dat is toch nog een hele weg te gaan. Ik heb geleerd dat als je dat wil doen als overheid, top-down. Maar rusthuizen zijn er ook bij. Woonzorgcentra zijn we nu ook druk mee bezig om dat te organiseren. Maar ook daar, dezelfde aanpak, met de sector, met de actoren, met de koepels en met de patiëntenverenigingen en iedereen die betrokken is, samen afspreken wat zijn valide, juiste indicatoren, de kans geven om ze op te bouwen. Niet onmiddellijk de meest sensationele berichten, maar laten we dat rustig opbouwen totdat dat een goed systeem is, duurzaam systeem is. En ik geloof zeer erg in die aanpak. En we gaan die, geloof me vrij, de volgende jaren, als we zien welke uitdagingen er zijn in de gezondheidszorg, echt wel nodig hebben. Ik wou net zeggen, een van de elementen van tevredenheid is precies die keuze die men heeft. Als ik goed luister naar wat men vandaag de dag aan het zeggen is over de ziekenhuizen in de toekomst, zal die keuze misschien wel wat ingeperkt worden. Ja, maar dat is toch want nog allemaal relatief. Want ik hoor wel, de tijd heeft erover bericht, de ziekenhuizen verwachten na 25 mei eigenlijk een bloedbad. Ja, ik denk, ik denk niet dat het perspectief van een bloedbad het beste perspectief is om mensen te overtuigen, artsen, syndicaten, ziekenhuisbeheerders, om aan de tafel te gaan zitten, om te kijken op welke manier die gezondheidszorg de volgende jaar moet evolueren, om de nieuwe medische technologieën en mogelijkheden voldoende te incorporeren, te innoveren, betaalbaar te blijven voor de patiënt, maar ook beheersbaar te zijn op het niveau van de overheid. Daarvoor heb je overleg nodig met actoren. En dat overleg ga je niet organiseren als je daar een perspectief voor gebruikt dat eigenlijk op voorhand de weerstand oploopt. Hoe zit het met die betaalbaarheid eigenlijk? Iemand als Frank van den Broeke destijds, 2004, die fameuze open brief waarin hij vragen stelde bij de betaalbaarheid van die factuur. Tenminste, hij stelde vragen bij het betaalbaar blijven van die gezondheidszorg. Wel, dat gaat een permanent probleem of uitdaging blijven. Ik denk dat we in België globaal genomen beschikken over een goed behoorlijk terugbetaald systeem. Maar het is elke dag natuurlijk vechten. Hè? Vechten tegen uitwassen als het gaat over supplementen. Vechten tegen een aantal dingen die belangrijk zijn, maar waar je geen terugbetaling voor organiseert. En zo gaat een van de issues zijn, denk ik. Hè? Wat gaan we doen met psychotherapie bijvoorbeeld, in de geestelijke gezondheidszorg? Want ondertussen heeft die burger toch al gemerkt dat zijn factuur, als hij naar het ziekenhuis moet, af en toe toch wel duurder uitvalt dan verwacht. Wel, dat heeft dan veel te maken met supplementen en dingen die op de factuur worden toegevoegd. De huidige federale regering heeft in ieder geval wat de twee persoonskamers betreft de supplementen afgeschaft. Dus daar heeft men zeker op federaal niveau ook een stap gezet. Maar je kan supplementendiscussies niet loskoppelen van ziekenhuisfinancieringsdiscussies en dan zit je ook in discussies over de afdrachten van artsen aan het ziekenhuis. Dat is allemaal een globale problematiek. En wat ik denk dat belangrijk zal zijn, is dat we daarvoor bij de start van een legislatuur, diegenen die geroepen zijn om te onderhandelen, dat die daarvoor kaders maken. Waar willen we naartoe? Wat zijn de dingen op wat langere termijn waarbinnen we dan moeten proberen met de stakeholders en de betrokkenen inderdaad aan tafel te zitten en kijken hoe kan je die veranderingen organiseren om te geraken waar we samen over afgesproken hebben. Ik denk dat een politiek van elke jaar bij begrotingsopmaak knippen er maar weer een stukje vanaf zo, dat geen verstandige... Dat is op dit moment waar we nu voor staan in de gezondheidszorg geen echte optie. Wij moeten meer chronische zorg gaan organiseren. De vergrijzing betekent meer en meer ondersteuning van patiënten met chronische zorgnoden. Ja, dat vraagt dat we dat systeem ook daarop aanpassen. Mm-hmm. En dat betekent meer aandacht voor continuïteit, opname in het ziekenhuis, maar toch dan thuis ondersteunend kunnen werken. De eerste lijn moet daarvoor beter uitgerust worden. Dus dat zijn zeker een aantal issues
die zich gaan stellen de volgende jaren en waar het absoluut noodzaak is om dat overleg daarover te organiseren. Er is al wat gepubliceerd de jongste tijd, hè, over onze gezondheidszorg en de toekomst ervan. Een boek van Yves Van Nuyens en Hugo de Ridder, hè, u wel bekend. Lieve Nandemans natuurlijk, Leon Neefs, Niels Liever van de oude farmasector. Allemaal nogal verontrustend wat men daar zegt. Deelt u die onrust? Nee, ik ben daar niet zo pessimistisch over. Ik denk dat er heel wat mogelijk nog is in onze gezondheidszorg. Maar zoals gezegd, we moeten wel al de betrokkenen, diegenen die de patiënt vertegenwoordigen, diegenen die voor de zorgverstrekkers opkomen en diegenen die het ziekenhuis beheren, in een state of mind hebben. Te zeggen, kijk, wij weten dat dat budget niet meer tot eindeloos kan groeien. Mm-hmm. We zitten dus samen voor de uitdaging. Hoe houden we dat systeem betaalbaar? En hoe zorgen we ervoor dat de nieuwe zorgnoden ook inderdaad een antwoord krijgen? Als je daar de partijen kan van overtuigen, dan denk ik dat dat overleg best wel een kans heeft. Hè. En ik persoonlijk denk dat dat ook de beste manier is om dat aan te pakken. Met de zesde staatshervorming komen er wat bevoegdheden en middelen over. Ook in die ook gaan wegen op de factuur van de vergrijzing. We moeten nu voortaan zelf onze infrastructuren bouwen en onze rusthuizen. In Wallonië is daar grote onrust over de betaalbaarheid. Leeft dat ook in Vlaanderen? Wel, men gaat keuzes moeten maken. En als ik nu iets mag zeggen wat mij frustreert in de campagne, is dat dat debat over hoe gaan we dat organiseren op Vlaams niveau natuurlijk nauwelijks gevoerd wordt. Ja. Wie zegt ouderenzorg? Wie zegt chronische zorg? Wie zegt zorg en ondersteuning voor mensen met beperkingen? Die moet de vraag stellen, hoe gaan we dat nu op Vlaams niveau organiseren? Er komen bevoegdheden over, we hebben bestaande bevoegdheden. Ja, het gaat niet zijn van, we plakken dat daar eens bij. Vlaanderen gaat nu bevoegd worden, laten we zeggen, grosso modo, voor wat we care noemen. Hè? Langdurige ondersteuning van mensen met beperkingen. Dat is geen loopzuivere splitsing met de ziekteverzekering. Er zijn heel veel relaties tussen de ziekteverzekering en dat beleid op dat Vlaams niveau, dat care-beleid. Ja. Maar we gaan daar wel een concept voor moeten maken. De CD&V heeft daarvoor gekozen in haar plan. Heeft gezegd, je gaat daarvoor de zorgverzekering moeten uitbouwen om dat inderdaad op een geïntegreerde manier mogelijk te maken. Om dat ook in Brussel mogelijk te maken. Maar ik zie daar in de campagne... Maar ook de bijdrage. Wel, ik herinner mij dat Guy Peters daar ooit eens een ballon is overlos van de socialistische mentaliteit en dat toen was er al meteen een grote onrust. Wel, als je het aan de CD&V vraagt, dan gaan we moeten zeggen aan de Vlaming, we gaan minder belastingen organiseren binnen onze nieuwe bevoegdheden op arbeid. Maar we gaan misschien wel een stuk financiering zoeken voor die zorgverzekering, die Vlaamse volksverzekering. Mm-hmm. En we gaan dat dus op niveau van degene die betaalt, die de lasten moet betalen en financieren, gaan we dat neutraal houden. Maar we gaan wel een stuk geldstroom organiseren om een stabiele, duurzame financiering te krijgen voor zorg en welzijn. Het zal u maar overkomen of het gaat over uw kind, of uw vader of uw moeder. Hè. En we zouden toch graag hebben dat in Vlaanderen je de zekerheid kan geven dat mensen dan op een betaalbare manier die zorg kunnen krijgen. En dat is langdurige ondersteuning. Dat is een risico dat je zomaar niet ook verzekert. Hè. Daar moet je een solidair systeem voor hebben. Niemand die 20 jaar is, die denkt eraan om zich te verzekeren voor het feit dat hij misschien ooit zal dementeren, om maar iets te noemen. Dat moet je op een andere manier organiseren. En wij zijn ervan overtuigd dat je daar best een vehikel voor gebruikt als de Vlaamse zorgverzekering om daar inderdaad mee door te gaan en te zorgen dat al die diverse sectoren toch ook geïntegreerd zijn, zodat je ook één goede zorg kan organiseren en toegang tot maken. U heeft het al gehad over die soms wat vage afbakening van de overdracht van bevoegdheden. Lieve Nandemans steekt daar ook de aandacht op. Kan dat problemen geven de komende jaren in de uitwerking van die zesde staatshervorming? Wel, ik ben absoluut ervan overtuigd dat als je dat goed onderhandelt, ook op federaal niveau, dat dat geweldige opportuniteiten zal geven om betere toegankelijke zorg en ondersteuning te organiseren voor de mensen in Vlaanderen. Maar dan moet bijvoorbeeld men toelaten dat er asymmetrische akkoorden zullen gemaakt worden tussen een Vlaamse overheid en het RISIF. De traditie in thuiszorg is in Vlaanderen een andere dan in Wallonië. En als je dus die chronische zorgnoden beter wil ondersteunen en aanpakken, dan zal je moeten aanvaarden dat daar dus inderdaad afspraken kunnen gemaakt worden die verschillend kunnen zijn, naar gelang de prioriteiten die in de verschillende landsdelen worden gelegd. Voelt u in het zuiden van het land of in Brussel dat daar oren naar zijn? Ja, maar ik ga u een voorbeeld geven.
Wij hebben ook interministerconferenties conferenties in dit land om de samenwerking een kader te geven. De interministerconferentie conferentie volksgezondheid, ik durf beweren, dat is een van de meest succesvolle en productieve conferenties geweest van de laatste 5 jaar. We hebben daar elke keer een aantal protocollen afgesloten, akkoorden gemaakt. En mijn collega Onkelings heeft bijvoorbeeld toegelaten dat op het vlak van vaccinaties, dat er asymmetrische akkoorden werden gemaakt. Heeft andere afspraken gemaakt voor bepaalde vormen van screening met Vlaanderen en met Wallonië. Screening en vaccinatie, dat zijn eigenlijk voorbeelden van als men wil, als de politieke wil er is, dan kan men dat natuurlijk. Maar, u zegt het, want het overlegcomité, van dat zou wel eens kunnen een superregering worden liever bij de uitvoering van de zesde staatshervorming. Wel, laat me zeggen, in de zesde staatshervorming is voor gezondheidszorg uitdrukkelijk voorzien. Nu spreken we ook algemeen, hè? Ja, maar ik ga het toch nog eens even concreet maken. In de staatshervorming is uitdrukkelijk voorzien dat er inderdaad een interfederaal orgaan komt waarin die ministers bevoegd voor volksgezondheid met elkaar moeten overleggen. En als u het programma van de CD&V zult lezen, dan zult u zien dat wij voorstander zijn om op dat niveau ook gezamenlijk gezondheidsdoelstellingen af te spreken. Waarbij ieder in zijn bevoegdheid, de ene wat meer preventie, de andere wat meer curatie, dan gaat doen wat moet gedaan worden om die gezamenlijke doelstellingen te realiseren. Een van de doelstellingen bijvoorbeeld die uit de boeken die u citeert erg nadrukkelijk naar voren komt, is de kloof, de toegankelijkheid van gezondheid en gezondheidszorg. Wel, dat zou je toch in zo'n gezondheidsdoelstelling moeten kunnen vatten. En dan kan daar in het betrokken parlement ook een politiek debat over zijn. Het is zeer fascinerend. De ziekteverzekering gaat over bijna 28 miljard euro. Ja. Als je kijkt naar de tijd die in dat federaal parlement de laatste jaren besteed is aan het bespreken van die begroting en de keuzes die daar natuurlijk ook in gemaakt worden, dan is dat toch zeer beperkt. Ja. Wij moeten in dit land het politieke debat over de keuzes die we maken in de zorg- en welzijnssector echt wel opentrekken en uitvoeren. Het zegt misschien wel iets over de kwaliteit van ons parlement, maar goed, tussen haakjes. Zitten de ziekenfondsen op dezelfde diapason als wat u nu zegt? Want ik heb de indruk dat we daar over de taalgrens heen nogal heel strak is en zegt van het is gedaan met besparen. Integendeel, er wordt bijkomend geïnvesteerd worden. Ja. Ik hoor geen verschil tussen Noord en Zuid daar. Wel, ik denk dat iedereen beseft dat er voor de ziekteverzekering, dat is geen kwestie van op het huidige budget besparen. Dat is de vraag hoe snel kan de groei zijn de volgende jaren. Hè? Daar gaat de discussie eigenlijk over. En daar heb je wat verschillende cijfers. Maar zij spreken ook van bijkomende investeringen. Wel, maar de CD&V stelt ook voor. Een groei van 0,9 plus inflatie, dat zijn ook groeicijfers. Alleen is de vraag, is dat dan het groeiverwachtingspatroon zoals anderen dat ook voor ogen hebben? Maar ook mutualiteiten zullen toch moeten leren leven met de gegevenheid dat zij nu ook op het gemeenschapsniveau een overheid hebben die bijvoorbeeld, als het gaat over residentiële ouderenzorg, die de overheid is die daarvoor verantwoordelijk is en die dat moet organiseren. Ook de spelers op het terrein, ook de artsensyndicaten, de vertegenwoordigers van kinesisten, diëtisten, verpleegkundigen, noem maar op, zullen moeten aanvaarden, en zijn trouwens denk ik ook vragende partijen, dat ze ook op het gemeenschapsniveau een overleg zullen moeten, daarin moeten participeren. Dus we gaan op dat vlak toch ook een aantal dingen zien wijzigen. En dat is natuurlijk onvermijdelijk. Die staatshervorming is van die aard dat je onvermijdelijk ook op het gemeenschapsniveau meer zult moeten doen als het gaat over zorg. En dat veronderstelt dus daar ook een echt volwaardig beleid. Ik vroeg me af, vrijdag wordt Jean-Luc Dehaene begraven. Men heeft in de in memoriams nogal de nadruk gelegd op zijn periode als premier natuurlijk. Er is weinig gezegd geweest over zijn periode als minister van Sociale Zaken. Hij heeft dan natuurlijk in die sector toch een paar grote hervormingen gedaan. Staan we voor nieuwe hervormingen van dit soort? Wel, ik ben blij dat u daar eens naar verwijst. Hè. Toen ik het nieuws hoorde in de auto, was ik toevallig op weg naar een cursus ziekenhuiswetenschappen. En ik heb daar ook mijn toespraak begonnen met daarnaar te verwijzen. Hè. De ziekenhuiswet en het overlegmodel in de ziekenhuizen met de medische raden en de manier waarop daar intern ook diensten moeten georganiseerd worden, dat is eigenlijk het werk van Jean-Luc Dehaene geweest. Hè. Heel de RVT-aanpak in de ouderenzorg is het werk geweest van Jean-Luc Dehaene. En eigenlijk zijn methode heeft daar ook gewerkt. Hè. De partijen aan de tafel gebracht, het overleg georganiseerd en wat wellicht zeer moeilijk leek, toch in een regelgeving
het wetgevend kader gebracht. En dat op een manier dat dat ook wat de uitgaven betrof een beheersend effect had. Mm-hmm. Dat dat het evenwicht tussen de partijen toch respecteren. Protest in die tijd was niet min, hè? Oh. Wel, er is zeker heel wat rond te doen geweest. Maar als je dan het resultaat bekijkt, een wetgeving die toch zoveel jaren, denk ik, gefunctioneerd heeft. Het concept van wat is een ziekenhuis? Hoe moeten artsen inspraak krijgen in het beheer van het ziekenhuis? En hoe worden die ziekenhuizen gestructureerd? Dat zijn toch dingen die echt wel op dat moment bijna revolutionair waren. Dat je daar de regelgeving kon tot stand brengen. Ofschoon het bleek dat eigenlijk... Maar mijn vraag was, staan we voor dit soort nieuwe operaties? Ik denk dat we voor operaties staan die in die buurt gaan komen. Hè. Je gaat natuurlijk nooit op voorhand kunnen voorspellen wat voor omvang dat heeft. Maar als je die ziekteverzekering meer ook naar de chronische zorg moet oriënteren, als je de link moet leggen tussen welzijn en zorg, ook op het gemeenschapsniveau, dan weet je gewoon dat we inderdaad voor een moment staan van overleg, waarbij cruciale, grote, systemische discussies gaan moeten gevoerd worden. Zeker op het gemeenschapsniveau. Hè. Mm-hmm. De ouderenzorg komt naar de Vlaamse gemeenschap. Je kan niet zeggen, we gaan dat gewoon copy-paste doen. Je gaat dat moeten bekijken, ook samenvoegen met andere Vlaamse bevoegdheden. Ik had nogthans eerder dat sommige partijen liefst zouden hebben dat er een copy-paste operatie doorgevoerd werd. Ik denk echt niet dat dat realistisch is. Hè. Als je kijkt naar het Groenboek, daar hebben we heel veel tijd in gestoken, dan zie je de verschillende problemen en opportuniteiten die ook op vlak van gezondheidszorg naar voren komen. En we gaan dus echt op dat vlak moeten kijken, hoe dat we en het bestaande en de nieuwe bevoegdheden samen kunnen brengen om voor de mensen in Vlaanderen toegankelijke, betaalbare, goede zorg te kunnen organiseren. Ja. En dat zal ook overleg vragen, onvermijdelijk, met het federale niveau. Afrondend, Jean-Luc Dana was een man van de Christelijke Arbeidersbeweging. U wordt ook gerekend binnen de CD&V tot die ACW-vleugel. Ik heb de indruk dat daar de jongste jaren toch wel wat verandering is opgetreden. Ik zie nu vandaag ACV'ers verschuiven naar Groen, maar ook naar PvdA. Hoe is die band momenteel tussen de Christelijke Arbeidersbeweging en de partij? Want u bent ook voorzitter van de partij geweest, dus u bent goed geplaatst om dat allemaal in te schatten. Wat mij betreft is dat niet zo spectaculair veranderd de laatste jaren. En de laatste jaren, dat gaat al een hele tijd terug. Hè. Ik denk dat de relatie tussen politiek en het ACW, dat er op een moment ook heel duidelijk is geworden dat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid heeft en dat iedereen daarin ook moet gerespecteerd worden. Dus ik denk dat dat niet zo echt het issue is geweest de laatste jaren. Alleszins, ik heb het niet zo aangevoeld. ACW is ook voor alle duidelijkheid niet de vakbond of de mutualiteit, dat is een koepel. Ja. Wat ik daar persoonlijk belangrijk in vind, is de inspiratie. Hè. Het zich kunnen laten inspireren door de overtuiging dat je inderdaad door te ondernemen en door keuzes te maken, sociale rechtvaardigheid kan creëren. Dat je een welvaart kan helpen opbouwen. En dat dat geen kwestie is van dingen leidzaam te ondergaan, maar dat je daar inderdaad ook verantwoordelijkheden voor kunt nemen. En dat is wat mij betreft nooit gelijk te stellen met, je bent nu eigenlijk waterdrager van, of je bent, je moet alleen spreken in de taal maar van de arbeidsbeweging. Maar het is niet zo, volgens u, dat er een beetje een verkilling tussen de twee heeft plaatsgevonden. Let op Arco en wat al wat ermee te maken heeft. Als u het mij vraagt, het gevoel van word ik getriggerd door een visie, een ideaal, en voelt u samen met een aantal mensen die daarin actief zijn of vanuit die inspiratie ook als vrijwilliger actief zijn? In mijn wereld is dat niet veranderd. Is Arco natuurlijk een bitter verhaal en als je daarop terugkrijgt, zie je natuurlijk wel wat voor dingen gebeurd zijn en die beter niet waren, hadden plaatsgevonden. Dat is uiteraard voor iedereen die een beetje vanuit die inspiratie aan politiek doet of actief is, uiteraard altijd wel het geval. Hè. Maar als je spreekt van, is die relatie tussen het ACW en de politiek anders geworden, is niet mijn aanvoelen. Maar het respect wederzijds dat ieder zijn verantwoordelijkheid heeft en dat je als politieker vaak keuzes moet maken die met vele zaken moeten rekening houden, dat is wat mij betreft wel essentieel. Moest dat niet het geval zijn, zou ik ook niet bij het ACW zijn, eerlijk gezegd. Meneer de minister, dank u wel.